leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Annette en ik maak wekelijks een nieuwe vlog over mijn paardenleven. Ik heb een eigen paard genaamd Varoda en ik neem jullie vandaag weer mee. Zoals jullie kunnen zien sta ik vandaag bij het hooi. Want wat ik tegenwoordig doe is hooi stomen. En waarom doe ik hooi stomen? Omdat hooi kan best nog wel wat stoffig zijn. Het is goed voor Varoda haar maag en haar darmen. Want kuil is gewoon te zuur en er zitten te veel bacteriën in. Dus zijn we overgegaan op hooi. Alleen het nadeel van hooi is dat het nogal stoffig kan zijn. En op het moment dat het stoffig is, dan gaat ze wel eens hoesten. En dat vind ik vervelend. Dus wat doe ik? Ik ga het stomen. Want bij stomen is het beter dan als je het spoelt met water. Sommige mensen doen ook wel eens gewoon water en dan spoelen ze dat. Alleen dan is de bacteriegroei heel groot. Het wordt juist meer en dat wil ik niet. Dus ik stoom het ongeveer een uurtje. En dan is het klaargestoomd. Er zijn de bacteriën veel minder en het schimmel is minder. Als die er dan in zitten natuurlijk. En het stof is met 98% verminderd. En daardoor hoest ze ook minder snel. En daar ben ik natuurlijk super blij mee. Een echte hooistomer is mega veel geld. Het zit echt tussen de 2.000-3.000 euro. En dat, dat vind ik nogal wat. Dus ik ben gaan opzoeken, kijken hoe ik het zelf kan doen. En daar neem ik jullie in mee. Allereerst wat ik heb is een grote blauwe ton waar ik het hooi in doe. En die moet hittebestendig zijn. Omdat je gaat stomen en het stoom zeker wel tot 70 à 90 graden komt, wil je niet dat je plastic vervormt. Dus ik heb een grote blauwe ton. En wat ik heb gekocht is een hoist, een behangstomer bij de Hornbach. Deze variëren ook wel qua prijs. Ik zou daar niet te veel op besparen, omdat je wil gewoon dat het goed stoomt en dat je wel een goed apparaat hebt. En dat is het eigenlijk. Kijk lekker mee. Hier heb ik de blauwe ton die dus tegen warmte kan. En hier heb ik mijn hooibaaltje. Ik doe er geen plakken in, maar ik doe het wel echt los van elkaar. Omdat de stoom daar dan beter doorheen komt dan op het moment dat ze plak is. Ik doe ongeveer 2,5 plak erin. En dan straks nog een keer 2,5. En dan heb ik genoeg voor de hele dag. En dat stop ik daarna bij haar in haar hooinet. Vullen voor de behangstomer. Hier heb ik dus de behangstomer. Zoals je kunt zien zit hier het snoer aan die je in de stekker doet. Hierin zit gewoon water. Of tenminste, daar ga ik zo het water bij vullen. Dat doe je via deze dop. En op het moment dat de druk te hoog wordt in de hooistomer of in die bak, dan komt uiteindelijk hier stoom uit ter beveiliging. En dan hebben we hier een slang. Hup, hup, hup. En hier zit dan eigenlijk het handvat die je normaal tegen de muur aan doet als je je bang eraf wil halen. En hier komt dan het stoom uit en die leg ik dan onder de ton. En dan wordt het hooi gestoomd. Dan heb ik hier de hooistomer. En de hooistomer die staat altijd plat. Want anders gaat hij niet aan. Dus het stekkertje zit er goed in. En dan doe ik de stekker in de schakelaar. Zo. Dan kan deze alvast beginnen. Met opwarmen. Dan hoor je ook wel allemaal geruis. En het volgende wat ik dan doe is. Als je dat hier op doet dan komt het meteen daarop. Dat is niet zo fijn. Dus ik doe een hooi net erop, daarna een balk zodat de stomer in ieder geval niet direct op het hooi is. En dan, dan zet ik hem daarna op zijn kop op het plasticje en dan kan die beginnen met stomen.
dan is hij bezig. En dan komen we over een tijdje weer terug om het hooi eruit te halen. En het weer lekker te laten uitdampen. Gaat het hooi er zo uithalen. En zoals je kunt zien, zie je hier ook al allemaal stoom. Dus ik haal hem zo uit de schakelaar. En dan gaan we het hooi in een kruiwagen doen. Zodat het nog eventjes kan afkoelen en even kan uitstomen. En dan doen we het in de hooinet voor Roodje. Ik heb het hooi net inmiddels gevuld. En zoals je kunt zien zit ze gewoon heel smakelijk ervan te eten. Want ze vindt dit echt lekkerder dan als het niet gestoomd is. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Hè? Lekker eten meisje. Zo, ik sta nu nog eventjes bij haar in stal. Maar ik ga straks nog wat doen met haar met balkjes in de bak even longeren. Ben je benieuwd hoe dat gaat? Blijf dan zeker kijken. En wij gaan ons best doen zo. Nou, Rode heeft super hard haar best gedaan. Ik vond het ook heel erg leuk om te doen met die balkjes. Woensdag gaan we waarschijnlijk springen. Dus ik weet niet of daar een video van komt. Dat zien we vanzelf. Maar ze heeft in ieder geval al wat balkjes getraind. Dus dat komt vast helemaal goed. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te klikken op abonneren. En dan vergeet je geen enkele video van ons. Doei doei!